Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik praat vandaag met Eros Moongra. Hij is de directeur van Smart Suriname. Zij slaan hun vleugels uit, letterlijk en figuurlijk. Wat het traject inhoudt, dat bespreken wij vandaag in het gesprekje in Q-Time met Eros. What we need is a little Q-Time. Goedemorgen Eros. Alhoewel moet je zeggen, goeiedag eigenlijk. Hè? Want dit kan ook in de middag worden uitgezonden. Dus... welkom in het programma Q-Time. Iedereen kent natuurlijk de organisatie Smart Suriname, maar misschien toch ook wel leuk als je ons een korte introductie geeft van je organisatie. Jazeker, nee, Smart Suriname. We hadden ooit eens de droom in Suriname om kennis te delen en Suriname te helpen opbouwen. En die droom is steeds meer aan het worden. Wat doen we? Hoe doen we dat? Suriname helpen opbouwen door middel van opleidingen en trainingen. Kennisversterking. We hebben tegenwoordig hele sterke en solide mbo-opleidingen, als ook hbo-opleidingen. En het is mooi om te zien hoe dan je merkt dat als opleidingen voor iedereen betaalbaar worden gemaakt, hoeveel animo er in Suriname is om te willen studeren en te willen ontwikkelen. We hebben ook onze deuren, ook al is die prijs wat lager, hebben we voor honderden studenten de deuren moeten sluiten, puur om die kwaliteitsgarantie te kunnen bieden. Ook al is het online, maar dan nog... het is mooi om te zien hoe dan Suriname actief... en de studenten bij Smart Suriname actief meebouwen aan de ontwikkeling. Maar dat doen we dus. We geven opleidingen, we geven bedrijfstrainingen. We hadden ooit eens de droom om even bekend te worden als SLM in Suriname. En stiekem, vandaag hebben we SLM op bezoek... om te praten over een hele mooie training. Het is een droom die waar komt, Odette. Ja. Het is leuk, het is leuk. Zo zie je. Zo zie je maar, hè. Dromen kunnen nooit te groot zijn. Ja. Luister, we zitten natuurlijk nog in een coronapandemie. En ik weet bijna zeker dat in die periode jullie creatief genoeg geweest zijn om toch nog door te kunnen gaan met het uitvoeren van de trainingen. Maar hoe heb jij de coronapandemie overwonnen? Want ik bedoel, hoe gemotiveerd blijven studenten om alles online te blijven doen? Hoe heb jij dat ervaren? Ja, moet je je voorstellen, voor corona hadden we een zalencentrum, heel modern, glazen, cubicles met als trainingszalen, airco. Heel, heel fijn allemaal, maar toen kwam corona. Gelukkig waren we al voor die coronatijd heel actief bezig met het onderwijs hybride te maken. Dus deels online en deels klassikaal. Waardoor we dan niet een megasprong moesten maken toen corona er echt was, plotseling. En we moesten naar full online gaan, die sprong konden we maken. De moeilijkheid echt was om de eenheid te creëren op een digitaal schoolplein in plaats van een echt schoolcomplex waar studenten elkaar ontmoeten. En de transitie te maken van hoe moet ik dan als docent anders lesgeven en als student anders les volgen. En dan zie je dat de breedte van de applicaties... moet je voorstellen, online wordt gedraaid met software en applicaties, technologie. Naarmate de studenten beter doorhebben hoe dat systeem allemaal werkt, we hebben nu studenten die niet meer terug willen gaan. Als we de zalen openen, gaan de zalen zo meteen leeg zitten, want we hebben heel leuk al het sociale element kunnen brengen in de les. En dat is nu te rijden van letterlijk, respect voor die studenten hoor, die komen letterlijk met een taxi, met Fennies, uit Nigeria. Om hier 2 uur les te volgen en dan weer terug te rijden naar Nigeria. Het was gekkenhuis. En die docent, wat we nu doen, die wordt gerecord. Wat die zou zeggen, zegt hij ook, maar dan via de computer. We hebben geen online onderwijs. We hebben gewoon de docenten die bij wijze van spreken gewoon op school zijn, op het bord tekenen. En de echtheid daarvan. En daarom ook, hè, ook al konden we misschien meer studenten toelaten, online, stuur ze een e-mail. We konden ze meer toelaten, maar dat hebben we moeten beperken puur om de gezelligheid en de sociale sfeer, de persoonlijke aandacht erin te kunnen houden. Ja, dus je hebt in principe wel een, je hebt wel nog een digitale classroom, zeg maar, waar ze wel nog steeds samen zijn. Okay. Ja. En het is bijna leuk als mensen in Suriname verslaafd zijn aan Facebook. Smart Suriname heeft een Facebook interface, die is leuker zometeen dan Facebook. Ja. Mensen die Facebooken gaan bij Smart verliefd raken op onderwijs, want wij gaan... Facebook onderwijs draaien in Suriname. Met kennis. Odette, ik heb je daarvoor nodig trouwens, want de programma's die jullie draaien, altijd educatief, kennisverrijkend, cultuurverrijkend.
Ik hoop echt in de toekomst dat we vaker ook ideeën kunnen lanceren om Suriname te helpen liften. Oké, prima. Good deal. That's in the pocket. Laten we nu even praten over die uitbreidingsplannen. Ja. Omdat je toch je vleugels wil uitstaan. Ik vind het wel eigenlijk een beetje grappig dat je dat zegt. Want je praat over naar Nikeri gaan met een Smart Suriname als opleidingsinstituut. En aan de andere kant zeg je juist hoe goed dat online gedeelte heeft gewerkt. De vraag is dan, waarom niet ook gewoon online, maar dan wat agressiever aanbieden in Ikeri? Dat doen we ook. We gaan steeds aanbieden online in Ikeri. Ja. En zometeen op Albina, in Para, Wanika, Saramaka. Oké, maar je begint dus met Ikeri. Ja, wat doen we dan? We bieden onderwijs online aan. En het voorstel, het aanbod aan de DC is en zal zijn om een online klas in te richten. Wij betalen dat. En dan kunnen studenten die geen internet thuis hebben, daar met een laptopje komen en onderwijs volgen. Ja, dus het gaat fysiek wel zijn voor de mensen die geen online, dus geen internet hebben thuis, maar dan wel nog steeds in hun district. Dus op die manier is het wel een kleine handreiking naar de community. Niet alleen maar internet, maar een computerzaal inrichten, internet hebben en op vaste tijdstippen een vaste docent hebben voor de EHBO-vragen, de eerste hulpvragen. Waardoor we dan het op afstand doen, maar ze nog steeds dicht bij huis met een gezicht die hun kan begeleiden. Ja, oké. Okay. Dus de taxi-situaties, 3 uren naar de stad en daarna 3 uren terug, die behoren tot het verleden. Ze kunnen dus gewoon naar een, wat zeg je? Je zegt het weer en ik doe me denken aan de tijd dat die arme studenten, die echt het soms ook echt niet breed hebben, hè? 100, 300 SD betalen, alleen voor taxiritten. En dan 1 keer voorgevallen, was de les gecanceld. Dan heb je een student uit Nigeria die voor je deur. We hebben toen teruggegeven het bedrag aan taxigeld. Dat ze terug kon gaan naar Nigeria. Maar het is belangrijk, dames en heren. Het is voor iedereen, hè, dat in Suriname men bekend wordt met de mogelijkheden die er zijn. En ik denk dat het bijna oneerlijk is. Hè. Ik heb nagedacht weekend ook over educatie Suriname. Neem ADEC. En ik weet dat particulier onderwijs meer een bestaansrecht krijgt, omdat ze kunnen zeggen van, ja, maar wij zijn beter dan ADEC. ADEC heeft sowieso niet en ze hebben vertraging. Ik vind het niet lief en niet aardig om zo te praten over ADEC, maar dat hoor je op het veld wel. Maar wat is gemeen eraan? ADEC, de Universiteit van Suriname, is een publieke instelling. Althans, het wordt gefinancierd door de overheid. Als de overheid minder geld heeft, is het logisch dat de universiteit ook wat minder geld heeft. Maar we moeten het doen met z'n allen. En het is gemeen dan dat anderen zeggen van, weet je wat, kom bij mij, geef me de euro's en de US dollars. En dan zijn wij beter. Het is een unfair battle. Want als eigenlijk ook die dollars en euro's zou vragen, die niet iedereen kan betalen. Dus ik vind het heel fijn dat het onderwijs nu voor een SED-prijs en een lage SED-prijs voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt. In de toekomst hoop ik ook echt met de Universiteit van Suriname in dat samen te kunnen gaan werken. Om te kijken hoe kunnen we voor Surinamers het onderwijs betaalbaar en bereikbaar maken. Ja. Dat is de missie van Smart Suriname ook. Oké, okay. Het is natuurlijk wel een beetje appels met peren vergeleken. Want de universiteit biedt natuurlijk een universitaire opleiding aan. En dat Smart Suriname is geen universitaire opleiding. Dus het is natuurlijk ook wel een verschil. We zullen eerst die doorstroom misschien organiseren. Ja. In plaats van hun opleiding. Ik denk dat onze studenten in de toekomst, omdat natuurlijk alle papieren en accreditaties op elkaar afgestemd zijn, maar als dat in de toekomst, over 5 of 10 jaar, dan kunnen studenten helemaal doorstromen. En nee, dit is fijn. We kijken ook heel als Smart Suriname zelf. Hè. Wat is onze missie? Wij willen Suriname helpen opbouwen. Punt. Dat doen we niet door mensen armer te maken, maar door ze kennisrijker te maken. En met een geweldige mevrouw Roselien Daan, denken we ook erover na hoe we dan cultuur in onderwijs kunnen integreren. En welke cultuur? Die van Suriname. Want mijn vrienden en partners in Amerika, het is heel raar. Hè? Het is een soort van, als je kijkt naar Amerikaanse universiteiten en in onze accreditatieorganisaties zijn er heel wat van, en ik ken ze nogal. Als ik kijk naar hun lesmateriaal, is het 40%. Waarom is Amerika zo goed, zo sterk en zo geweldig? Bij ons Surinaams onderwijs promoten we niet de trots van Suriname. Maar met cultuur op een subtiele wijze weten we bijvoorbeeld allemaal al uit ons hoofd wat betekenen de kleuren van de Surinaamse vlag. Iedereen weet dat misschien. Kleine gekke dingetjes die we kunnen brengen waardoor wij ons eigen brein kunnen vormen
niet een buitenlandse universiteit, buitenlandse scholen moeten introduceren in Suriname om kwaliteit te kunnen garanderen. Ja. In de wereld zijn we heel fijn met de ontwikkeling. Kerels, het is mooi dat je inderdaad Smart Suriname nu al naar Nigeria gaat. Maar wat is jouw plan, jouw uitrolplan om inderdaad dit ook allemaal te gaan aanbieden in andere districten van Suriname? Ja. Goeie vraag. Als we het doen, dan willen we het voor iedereen bereikbaar maken en toegankelijk. Wat we nu dus in andere woorden doen, is we gaan niet alleen naar Nigeria om daar een eerste pilot te draaien. We gaan ook meteen naar de minister van RO. De secretaresse is bij ons ook ingeschreven als student. En die opperde het idee van ja, maar dan kun je toch alle 17 DC's in één keer voorzien. En dat is waar. Waarom niet? Als het eerlijk onderwijs is, goed onderwijs aan iedereen. We zijn zelfs bezig het onderwijs te vertalen naar het Sanantong. Waardoor we dan niet alleen maar Nederlands onderwijs kunnen verschaffen, maar ook een extra ondersteuning kunnen bieden in het Sanantong. Joachim van RBN heeft een geweldige stem, op bezoek gehad ook al. En die wil ook meedenken om dat te kunnen creëren. En niet dat we dan de boeken gaan vertalen van Nederlands naar Saramakaans of Okaans. Maar de ondersteuning en de begeleiding, dat kan wel. Dus ja, via de minister van RO gaan we dat groot proberen te spelen, ja. Heel mooi, heel erg mooi. Goed, alle informatie met betrekking tot jullie uitbreiding, neem ik aan, kunnen we ook op de website van Smart Suriname vinden. Want het is zoveel informatie, maar ik vind het echt een prachtige stap. Dus alvast gefeliciteerd daarmee. Maar nu moeten we natuurlijk wel weten hoe we daar allemaal aan kunnen komen. Ja. Al die mooie plannen en hoe Suriname nog rijker zal worden aan prachtig onderwijs. Je ziet allemaal op de website, maar op de website kunnen alle Surinamers en u ook, beste luisteraar, kijken. Je kunt op www.smartsuriname zien alle mbo- en hbo-opleidingen. Momenteel, na anderhalf jaar corona, gaan we die motor weer opstarten voor de bedrijfstrainingen. Dus ook bedrijfstrainingen, zometeen de SLM op bezoek, of nu al. Gaan we het ook verder uitrollen. We hebben een hele fijne trainingsgroep gehad en pilots gehad met TDSUR, met BUSA, met Diakonessenhuis. Dus het begint weer te lopen. Je ziet dat Suriname heel actief weer investeert in kennisverrijking voor zijn medewerkers. Ook de individuen die zien, wil ik vooruitkomen, wil ik die koers van 1 op 24 overleven, ga ik dan gewoon investeren in mezelf. En Smart Suriname, dat is dan bij ons dan. Zij zijn aan het goede adres, bent u aan het goede adres. Wij partneren daarin. Fantastisch. Heel erg veel succes met alle werkzaamheden, Eros. En we kijken er naar uit, want zo direct zien we je in alle delen van Suriname. In ieder geval de plekken waar er internet is. In alle talen. Zo is het ook. Hoe mooi zou dat niet zijn? Ja, fantastisch. Ja, toch? Ja, dankjewel. Okay. We gaan elkaar moeten vinden, mevrouw Miranda, in het vervolg, om Suriname te bereiken op een cultuurwijze die dan verrijkend is. Om ook echt met u en met heel team door te kunnen bouwen aan de groei van Suriname. Helemaal goed. Wordt helemaal onderstreept. Geweldig. Ja? Dankjewel. Tot volgende keer. Dankjewel. Tot ziens. Oké, bye. What me is a dat was vandaag het gesprek met Eros Moengra, de directeur van Smart Suriname. Heel erg mooi en ambitieus zijn de plannen. Maar de eerste stappen worden al gezet naar realisatie. Ze slaan hun vleugels dus uit nu naar Nikeri. Maar de andere districten die kunnen erop rekenen dat ook Smart Suriname dichter bij hun gebracht zal worden. Dank u wel voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. En tot de volgende aflevering. Goeiedag.